laatste benoeming, dat is mooi. Dan moet je nu, voordat we verder gaan, je benoeming ondertekenen. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, dan is nu het grote moment aangebroken. En ik verzoek alle leden van de raad en mensen van het publiek om te gaan staan. Want dit is toch altijd wel een gewichtig moment. Ik zal mijn jas hier ook tot sluiten. U gaat de eed afleggen. En dat betekent, als u de eed aflegt, antwoordt u met zo waarlijk helpt mijn God almachtig en steekt daarbij wijs en middelvinger van rechterhand op. Ja, gesloten. Ik ga hem eerst voorlezen. De eed. Artikel 41a van de gemeentewet bepaalt dat, alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de raad in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende eed af. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is dan op uw antwoord? Zo waarlijk wat er mij komt allemaal. Dat is heel mooi. Dan ben ik nu benoemd tot wethouder van de